Plan BK staat voor een brede kijk op het kanaal Bosuit-Kortrijk. Het kanaal is een belangrijke schakel in het Europese binnenvaartnetwerk Seine-Schelde-Vlaanderen dat de havens van Antwerpen en Gent met Parijs verbindt. In Vlaanderen vormt de Leie de hoofdas. Het laatste stuk van het kanaal, de verbinding met de Leie, is echter niet breed en diep genoeg voor de beroepsvaart, waardoor de omliggende economische regio's achterwege blijven. Plan BK komt hieraan tegemoet. Een plan met impact betekent ook een ontwerp met ingrijpende werken. Met een brede kijk op het kanaal Bosuit-Kortrijk beperken we echter de negatieve effecten en creëren we kansen voor de regio, de streek en zijn inwoners. Met Plan BK komt de verbinding tussen Bovenschelde en Leie tot stand. Het wegwerken van de missing link biedt zo de mogelijkheid om de verschillende economische regio's aaneen te sluiten. De grootste schepen zullen tot 3000 ton goederen kunnen vervoeren, met minder vrachtvervoer en minder fileleed tot gevolg. De verbreding opent zo perspectieven voor alternatieve en duurzame vervoermiddelen. Plaatselijke ideeën, initiatieven en voorstellen zullen met Plan BK sneller gerealiseerd worden. Net zoals de Leieboorden vormt Plan BK dan ook een stuwende kracht voor de economische en stedelijke ontwikkeling langs het kanaal. Tegelijk zal de aansluiting tussen de Schelde- en Leievallei uitmonden in een blauw-groen netwerk, klaar voor toekomstige uitdagingen. Ook de nodige ingrepen aan de R8 kunnen binnen Plan BK versneld uitgevoerd worden. Plan BK richt zijn blik op iedereen. Voor de wandelaar en fietser wordt de omgeving groener, vlotter en veiliger via een sterker fietsnetwerk. Elke bewoner kan voortaan genieten van extra beleving op en langs het water. Bijkomende natuurlijke oevers zien het licht en de openbare ruimte rondom het kanaal wordt heringericht met aangename parken, promenades en kaaien. En zo vaart iedereen wel bij de brede kijk op kanaal Bosuit-Kortrijk. Surf naar www.planbk.be, bekijk de drie tracé-alternatieven en krijg een volledige kijk op Plan BK.